André Hazes junior staat vrijdag, zaterdag en zondag hier in Ahoy. Alle drie de shows zijn stijf uitverkocht. Het is nu vrijdag, 3 uur voordat ze allereerste show begint. En ik ben benieuwd, hoe is hij er nou aan toe? Ik ben best wel kalm en normaal heb ik dit niet. En dus nee, ik zit wel goed, man. Heb je iets van je vader meegenomen? Ligt er iets op het podium? Ja, ik heb een kruk. Ik weet niet of die er nu staat. Die is nu even weg. Ja, die staat daar. Ja? Voor de drumstel een kruk met een biertje en een bordje gereserveerd. Het is hetzelfde bordje als waar we het allereerste concert mee hebben gedaan. En dan heb ik een jas die hij vaak droeg en zo'n horloge en sketting. En dat is dan toch wel dat ik denk van, nou, ik heb die bovenkant van hem heb ik bij me. En dit zat toch om zijn keel. En als iets goed was bij de man, was het zijn strotje wel. Dus misschien gaat het me ergens helpen of zo. Ja. En ja, heb je het idee, wat zou je eigenlijk, hij kijkt natuurlijk nu een beetje over je schouder mee, hè? Wat zou hij tegen je zeggen op dit moment? Nou, ik denk dat ik van mijn vader op dit moment geen advies had gewild. Want die maakte zichzelf zo gek, dat ik had na de show met hem willen praten. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus wat vond hij ervan en wat had beter gekund? Gewoon als een trotse vader, dat je dat zou horen, weet je wel. Dus dat mis ik heel erg en dat zou ik graag willen. Maar ik had hem nu heel ver uit mijn buurt gehouden. Ja. Het klinkt helemaal niet aardig eigenlijk. Nee, maar hij was zo'n zenuwpees. En ik heb hem natuurlijk van dichtbij meegemaakt. Ja. Hij was gewoon ontzettend lastig voor zichzelf. En ik heb het nu voor het eerst in mijn leven onder controle. Dus ik zou, als hij er niet zou zijn, zeg ik, pik 1 seconde. Na de show gaan we meteen met elkaar babbelen. Ja. Maar laten we nu even. Ja. Heb je er zin in? Niet normaal. Ik heb er zo'n zin in. En je straalt ook echt vuur uit. Hè? Ja. Nee, maar ik heb hier, kijk, mensen denken misschien, oh, je doet even je dingetje. Maar ik heb hier echt naartoe gewerkt. Ik ben 7 maanden gestopt met roken. Ik heb geen druppel goed. Nou, ik heb 1 keer af en toe een biertje gedronken. Maar ik heb echt de fles laten staan. Ik heb keihard gesport. Ik heb een band, dat is zo ongelooflijk goed, dat is niet normaal. En de mensen met wie ik werk, iedereen heeft er zin in. Dus ja, het kan niet anders dan een wereldavond worden.